Of het nou regent of 12 graden vriest, sommige daklozen weigeren aan te kloppen bij een opvanghuis. Op de jaarlijkse daklozendag morgen in Amsterdam wordt daarom een bijzonder plan gepresenteerd. Een camping voor daklozen, en dan specifiek voor daklozen die liever niet ergens aankloppen voor onderdak, om wat voor reden dan ook. Een camping, zouden ze daar wat in zien? Ik vraag het aan. Frans, dakloos, sinds 8 februari 2003. Peter, 13 jaar dakloos. Pam, 6 jaar dakloos. Okay. Ja, neem jij het zuil als je wil. Kijk, dan moet je hierin. Klemd worden, ja. Erin en nee, en dan nee, doe je stok er maar doorheen. Ik ben op het idee gekomen voor een dakloze camping. Omdat ik een heel groot terrein weet van het waternet. Wat al jaren leeg staat. Peter, kun je deze even vasthouden? Daar gaat hij door, daar gaat hij niet goed. Ik heb een scheerlijn nodig. Hoppa. 1500 tot 2000 daklozen zijn er volgens hulpverleningsinstanties in Amsterdam. Zo'n 20 daklozen mijden de traditionele opvang. Ik heb bijvoorbeeld 200 en dan kom je nergens voor in aanmerking. En er zijn mensen die in instellingen zitten, zich daar niet lekker voelen, op straat zitten en daar overlast bezorgen. Een eigen camping moet daar een eind aan maken. Vrijheid op een camping, baas in je eigen hoofd. Met steun van andere mensen die goedwillend zijn. Eerst even voor en achter, ja. Vastzitten. De gemeente is wel nog op dit moment gematigd positief, omdat ze ook bang zijn voor rotzooi. Ja, daarom, ik denk dat er wat dat betreft gewoon er een beleid moet zijn dat een beetje de herriemakers verwijderd te worden. Of mensen die drugs gebruiken of onder invloed van drugs zijn. Dat het een beetje toch leefbaar blijft. Hè? Nou, deze tent zit al vol, zie ik. Ja, deze is helemaal bedankt.